We staan hier bij de vrienden van de Beier. En ik ga vandaag Sabine Uitslag interviewen. Ze is oud-Kamerlid, ze is spreker, ze is dagvoorzitter. Ze is ook projectdirecteur werkplezier. En al deze ingrediënten en een groot hart voor de zorg zorgen er denk ik voor dat we vandaag een mooi interview gaan krijgen. Ik ga zo meteen een auto uitzoeken hier en vervolgens op naar Weltsum aan de IJssel waar ze woont. En kijken of ze er een beetje zin in heeft. Hey Sabine. Welkom in Weltsum. Wat een leuk je te zien, Sabine. Oude gangster. Zo. Ja. Ja, ik heb altijd beloofd om jou, als ik jou ga interviewen, dat ik dan met een prachtige auto zou komen. Nou, dit is wel. Nou, ik denk een Z4. En dan ook niet de gewone Z4, maar de echte M40. Wow. Ik denk dat is net wat voor jou. Prachtig, hè? Dus bij deze. En jij mag echt op de stuur gaan zitten. Ik vind het een cadeautje. Mooi. Echt? Nou, laten we gaan rijden. Oh, supermooi. Zo Sabine, daar rijden we dan. In de Z4. Ik kan ernaast zitten, want ja, volgens mij ben je ook iemand die met simpele dingen heel erg gelukkig is. Ja, zeker. Maar de Z3, Z4, serie van BMW is wel mijn favoriet, Gerard. Dus dan heb je kijk, ja, dan heb ik dat goed aangevoeld. Je hebt het goed aangevoeld. Een pittige auto, mooie ronde vormen. Absoluut. En zo'n fantastische lange snuit. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat vind ik mooi. Het is gewoon hartstikke mooi. En hier, prachtig langs de IJssel. Ja, hoe vind je dit? Ja, ik vind het echt een mooie wereld. Ik snap wel dat je in deze regio woont. Ja, ik kom uit Twente en daar liggen mijn roots. En dat vind ik ook een hele fijne plek om te zijn. Vooral ook om de mentaliteit van de mensen en zo. En Salland heeft daar ook heel veel van weg. Dus het is allebei Overijssel. Hè? Dus aan ja, de ik weet kant, het. Kijk, dit is Overijssel. Maar de andere kant van... Maar wij rijden nu aan de andere kant van de IJssel. Want dit is eigenlijk het Gelderland. Okay. Dus dat is heel apart. Dit is Gelderland. En Overijssel. De grens met Gelderland is dat hier. Ja, Weltsum, waar ik woon, is een kleine enclave aan de, aan de IJssel. Een soort, kleine heel, gemeenschap die zich heeft heel sfeervol hier. Ik zag zelfs al ooievaars hier op het nest. Ja, heel veel ooievaars, fruitbomen, heel veel. De IJssel die meandert. Ik vind het zelf een van de mooiste. Ja, nee, dat snap ik wel. Die komt hier tot rust. Ja, het is heel fijn. En dat is ook denk ik wel nodig, want je hebt een druk leven. Ja. Met name denk ik, ook als we teruggaan naar de tijd dat je in de politiek zat, in Den Haag, in de Tweede Kamer, daar had je denk ik ook af en toe echt even die rust hier wel nodig. Ja, dat was ook heel fijn hoor. Ik woonde wel in Den Haag, ik had daar een kinder. Moet ook wel, want je komt niet heel makkelijk van hier naar Den Haag. Nee, maar het is heel fijn als je dan toch 's weekends thuis komt, want ik woonde daar dus echt op kamers. Hè. Ja. Heel veel mensen vergeten dat, Gerard, hè? Maar als je de politiek ingaat, dan word je eigenlijk als het ware uit je gewone leven gedrukt. Ja. En je gaat weer op kamers, tenminste als je zo ver weg woont. Ja, dat snap ik wel, want je moet steeds paraat zijn. Ja, en je moet, je staat altijd aan. Dus ik zeg altijd, kamerlidmaatschap is niet een functie. Het is ook geen vak of zo, politicus, het is een zijn. Ja, ik snap het. Je bent 24 uur per dag. Je moet overal van op de hoogte zijn, je leest alle kranten, je bent aan. En dat moet ook wel, want dan gebeurde regelmatig dat ik dan werd gebeld in het weekend, want politiek kent geen tijd, hè? Heeft niet een weekend. Nee, want ik weet, het gaat soms gewoon, gaat gewoon door. Helemaal door is ja, en dan, dan werd je gebeld en zei, ja, dus iemand dronken of verbrand in het in bad in de verpleeghuis in Groningen. Wat gaat hij daaraan doen? Ik zei, verschrikkelijk natuurlijk dat iemand gedronken is en verbrand weer is precies, maar het is echt vreselijk. Zeg maar, wat vreselijk ook voor de mensen die daar zorg verlenen. Voor de familie. Maar wat gaat u daaraan doen? Ik zeg, ik denk dat die mensen kunnen genoeg zijn om deze hele trieste situatie op te pakken. Maar ik denk niet meteen aan een wet of zo. Laat me alsjeblieft. Nee, en dan als je denkt dat dat de oplossing is, die dan zijn is kundig genoeg. Ja.
Dus ik geloof heel erg in de kracht van mensen die het werk zelf doen, zoals je weet. En ja, maar dat was dan, dat is iets te makkelijk om vooruit te gaan. Weet je wel zo? Ja, zo gaat het dan. En dan willen ze een ander. Ja, ja, dan willen ze wel het anders horen. Ja, en dat is ook een beetje waar, wat mij, nou, dat het hele verhaal, het hele spel, ook met de media daarin. Het is een feit, maar dat vond ik wel lastig. Ja, zoals je weet, ja, dan zie je nu ook weer, hè, negatief nieuws dat verkoopt. Ja, ja. Dat lezen mensen graag. Maar er gebeuren ook zo heel veel positieve dingen. Ook in de zorg gebeuren er heel veel positieve dingen. Sterker nog, er gebeuren meer positieve dingen. Ja, en dat is dus wat de media eigenlijk nooit laat zien. Want het is eigenlijk altijd, als het slecht is, dan staat het voor op de krant met grote koppen. Ja. En ook al staat het bijvoorbeeld in zo'n artikel dan 80% positief, de kop zelf is negatief. Dan is het negatief, want dan lezen ja, mensen. Ja, dan gaan mensen lezen. En dat onthoud je. Ja, ja, maar dat wordt ingebrand in je hersenen. Wel zeggen hoor, dat het op sommige plekken in de zorg is het echt niet oké. En het is ook goed dat je dat daar aan kaak wordt gesteld en dat onder de loep wordt genomen en dat er onderzoek naar gedaan wordt. Dat hoor je mij niet zeggen hoor, maar ik zou meer balans willen vinden tussen positief en negatief nieuws. Trouwens, mijn afscheidsspeechje in de fractie, toen ik ging ook over de pleidooi voor de minister voor geluk. Oké. Okay. Ja, net zoals Bhutan dat heeft. Ja. En, ik ben daar heel erg van. Als je je focust op geluk, dan krijg je ook geluk. Ja, dat geloof ik. Ja, ja, klopt. Waar je aandacht op richt, dat groeit. Dat ben ik echt zo. Maar dat zijn wel dingen die ik ook heel erg besef. Maar vroeger was dat minder. We waren daar niet zo mee bezig. Dat je dan, Het hele systeem zo niet zo ingericht. Nee, klopt. We kijken naar, als je, ik spreek ook veel op congressen. Dan heb ik een sheet en dan staat er 10 goede antwoorden op en 2 fout. En iedereen zegt, er zitten 2 fouten antwoorden. Ja, 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 de dus focus gaat. Ja, klopt. Zijn er 10 goed. Maar dat is wel waar de focus naartoe gaat, daar trek je dan ook meer van aan. Ja, ja. Dus waarom zouden we ook niet in de Kamer, in de politiek, ik zeg niet erbij, hè? Ik zeg niet zwart-wit. Wij Nederlanders denken ook heel vaak zwart-wit. Nee, het is erbij. En ook iemand die zich bezighoudt met van ja, hoe gelukkig zijn we dan? En wat betekent nou dat eigenlijk? En wat betekent dat voor iedereen afzonderlijk? En ik denk ook dat als we op die manier veel meer gaan kijken en mensen zelf vragen, net zoals ik me dan hard maak voor de mensen in de zorg, dat we de mensen in de zorg moeten vragen wat zij nodig hebben om de zorg te kunnen leveren. Wat heeft een burger nou nodig in een stad of in een dorp om prettig te kunnen leven? En ik denk als je dat doet, dus niet uitgaan van angst en... Nee, dan krijg je een hele andere wereld. Dan krijg je zo'n andere wereld, want mensen voelen zich gezien, voelen zich gerespecteerd, voelen eigenaarschap. Weet je, en voelen dat het land, het dorp, de stad, de zorg, ook van hen is. Ja, ja, en dan krijg je eigenaarschap. Ze denken mee, ze durven ook te zeggen dingen waarvan ze denken, volgens mij kan het beter. Ja. En als het een negatieve insteek is, dan houden ze vaak stil. Of ze versterken het negatieve. Ja, of ze denken van ja, dat is een feit. Ja. Ja, ik heb een hypotheek. Ik heb naar school gaande kinderen. Ja, zo is het meestal. Klopt. Dus ik zit mijn tijd wel uit. Weet je wat ook is, Geer, dat heel vaak, heb ik ook als Kamerlid gehoord, van ja, maar dat is heel naïef. En dan zeg ik altijd, het naïef zijn, ik ben het je eens. Dat is gewoon, ik vind dat een compliment. Nee, klopt, dat hebben ze mij ook altijd gezegd, omdat ik met studenten, en dan zei ik altijd dingen hoe ik het graag wilde hebben. Dat is heel naïef, Gerard. Maar ik merk nog steeds, want ik geef veel lessen op basisscholen, middelbare scholen. Het is nooit een rotklas, want als je jezelf bent, je opent jezelf. En je zegt er ook nog bij, ik wil van jullie leren en ik hoop jullie ook wat te leren. Ja. Dan heb je dialoog en dan gebeurt er van alles. Dan stroomt de energie. Ja, klopt. Als je geen connectie maakt, nee, klopt. Dat is het. Geen energie. En dat is met beleid precies hetzelfde. Als jij niet de connectie maakt met de groep waarvoor je doet. En dus ik had heel vaak, haalde ik bussen met verpleegkundigen in opleiding. Leerlingverpleegkundigen haalde ik naar Den Haag. Dat zijn belangrijke. Ik ging vaak naar de mensen. In een ziekenhuis of in een pleeghuis, daar ging je naartoe om te vragen aan hen, wat heb jij nodig? Ja. Wat kan ik voor je doen in de politiek? En dan zaten ze me aan te kijken van, kom maar op, wat heb jij nodig om goed te kunnen werken? Ja, dat is zo'n andere manier. Heel anders, maar dat is wel dat je ook meteen aangeeft, ik neem je heel serieus, ik wil je maximaal ondersteunen. En ik ben echt heilig van overtuigd dat het minder geld kost. Ja, ja, absoluut. Want wij schieten met hagel, terwijl je kan veel gerichter schieten door mensen gewoon te vragen. Maar dat betekent dat je ook een heel andere manier van besturen zou moeten omarmen.
Ja, en als je dan zegt, ja, maar dat is naïef. Ja, de oude wereld, de oude bestuurders, de van bovenaf, vanuit macht geredeneerd. Ja, dan is het heel naïef, want dan werkt het niet. Nee, klopt. Helemaal niet. Vanuit je bestuur. En gelukkig zijn er steeds meer bestuurders die ik ken, ook in de zorg, die op deze manier willen werken, hoor. Het is heel positief. Ja, ik zie het ook. Ik ben heel positief over de toekomst, omdat ik wel zie dat er veel verandert. En er zijn steeds meer systemen die omkantelen en dan verandert het hele spel. Ja, klopt. Ja. Ik geloof heel erg in de kracht van adaptie. En als jij in je hart weet van nou, ik wil een bepaalde kant op. En je weet van goh, misschien als omdat ik verpleegkundig ben van huis uit en ik dat geleerd heb om heel snel mijn omgeving in te schatten. Ja, daar ben ik mee eens. Want je kan niet verbinden. Nee. Op iets wat die anderen nog niet bewust is. Nee, en ik ben ook niet meer of minder dan die anderen. Het is zoals het is. En de vraag is van, dat is wel wat ik ook wel in de politiek heb geleerd, van pick your fights. Mensen gaan niet als een dolle kip overal op af. Maar weet heel goed wat je wil en ga dan nadenken hoe je het kunt bereiken. En ja, ik kan misschien wel door mijn opvoeding, waar ik vandaan kom, eigenlijk wel met alle lagen in de samenleving. Ik heb niet zoveel last van autoriteiten of mensen die meer zouden zijn. Dat maakt het wel heel makkelijk. Dat je, dan ben je gewoon al, je hebt gewoon je eigen vrijheid dan ook, die bewaak je. Ja, ik heb daar niet zoveel last van, zeg maar. Mensen die... Dus je voelt aan van, ja, hoe kan ik hier nou krijgen wat ik wil? Ja, en dat vind ik ook een spel. En dat heb ik ook wel heel erg in de politiek geleerd. Zal ik wel in me zitten, denk ik. Maar ik snap heel goed. Ik probeer heel goed te snappen waarom mensen dingen doen zoals ze die doen. Daarom dat je ook echt inleeft in hun situatie. Ja, maar jij weet precies wat ik bedoel. Van, je zit in een positie en dan doe je dingen waarvan jij... Als je daar niet in zit, denk ik, waarom doe je dat nou? Ja, ik snap dat. Ja, want je maar moet dat het wel... Maar positie maakt dat jij je zo op die manier gaat gedragen, blijkbaar. Snappen waarom dat mensen dingen doen. Ja, want je moet de omgeving ook dan kennen. Anders kun je niet snappen waarom iemand naar handelt. Want precies. Je bent onderdeel van iets groters. Ja. En ik weet heel goed waarom een bestuurder bepaalde beslissingen neemt. Die kan ik begrijpen. Ja. Maar ik weet ook heel goed dat als een verpleegkundige met die beslissing opgezadeld wordt... Dat het niet zo tof is. Nee, omdat die toch die kijkt vanuit een ander perspectief. Juist, en ik weet ook dat als jij een patiënt bent en je ligt op een bed, dat het helemaal niet tof is wat er gebeurt. Of en zo als je kunt schakelen en je kan snappen, ik noem het uitzoomen. Je zoomt uit, je ziet het hele totale pakket en je probeert te snappen. Waarom doet iemand dat? Waar zit de energie? Kan ik dan iets doen met die energie zodat hij een andere beslissing neemt? En waarom denkt een verpleegkundige zo? Dat het komt omdat, ik denk dat het snappen waarom mensen dingen doen, dat we dat heel vaak overslaan in de wereld. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar als je dat de moeite neemt, dan scheelt het zoveel genoeg. Ja, en dan krijg je ook niet meer van die... En dan gaat het niet altijd goed, hoor. Harde gesprekken, dan heb je... Dan, want kijk, als je niet wilt inleven, dan kun je ook geen gesprek voeren. Nee, maar hoe vaak gebeurt het? Ja, hoeveel mensen die... Ze maken het wel mee. Die hebben een gesprek en dan luisteren en dan denk ik van, kom, maar die zit nu al te bedenken wat hij gaat zeggen. Ja, er is geen gesprek. En... Ik snap precies wat je bedoelt. Dus we horen wel, maar we luisteren. Nee. We zien wel, maar we kijken. Nee, dat we is kijken het. Wel, maar we zien nee, niet. Nee, ik snap, dan heb je het over letterlijk kijken, maar het is anders natuurlijk. Je moet hè? Ja. Nee, je kan hier gewoon gas geven. Maar je bent natuurlijk, wat ik zo net al noemde, je hebt heel veel talenten. Maar ik denk ook dat je zelf iemand bent die ook dingen ontdekt. Je bent altijd aan het kijken van wat kan ik allemaal. Je kan zingen, echt een rock chick, zo noem ik het dan maar. Je schildert, wat ik zo net al zei. Je hebt ook die theatervoorstelling heb je gemaakt, Klein Geluk. Dus het is heel breed wat je doet. Je hebt de afgelopen jaar nog met Dancing on Ice meegedaan. Ja. Dus ook natuurlijk weer iets waarvan je zegt, nou, dat moet dan ook maar even zo gedaan worden. Dus je doet het toch even. Ja, het is zo mooi als we het vragen. Ja, maar weet je, ik zei het zo mooi. De journalist zei tegen mij, jij doet zoveel, kan je niet gewoon focussen op één ding? Want ja, nou is het allemaal net niet. Dat vond ik wel leuk. Ja, maar dat is wel ook weer vanuit zijn of haar perspectief. Ja, maar dus, ik vond het wel leuk dat hij dat zei, dat dankzij is alles weer. Weet je doet wat je doet en ik geloof heel erg dat je hart moet volgen. En en positivisme trekt positivisme aan. Ja, hè? Wie liefde zaait, zal liefde oogsten. God. Dat is misschien heel bijbels, dat kom ik ook uit. Nee, maar dat geloof ik wel. Ik geloof het echt. Jij gelooft het ook? Ja.
Ja, ik ben er steeds meer, ik verdiep me er ook steeds meer in dat soort dingen. Want als kind dan dacht je, ja, het zal allemaal wel. Maar je gaat nu toch steeds bewuster naar de wereld kijken. Ja, maar ik heb het gewoon in mijn leven zoveel ervaren dat dat zo werkt. Ja, ja, maar dat is ook echt zo. Wat ik altijd merk, wat ik zei, ik stond voor de klas, dat was, ik had nooit een rood klas. En zeiden ze, dat kan niet. Ik zei, jawel. Ja, ik zei, ik doe het met liefde. Maar dan werd soms wat weggelachen. En dan zei ze, ah, Geer met een domme praat. Ja. Maar ik zei, maar kijk, het zo, als je hart niet echt opent, ja, dan gebeurt er ook niks. Je kan niet doen alsof. Nee, want dat heb ik wel geleerd in de zorg. Ik weet nog wel heel goed toen ik in de zorg bij de gehandicaptenzorg kwam. En ik was HBOV'er in opleiding, was stagiaire. Nou, dat vond ik heel spannend. En ik kwam in die woongroep binnen. Ja. En ik ben HBOV'er, dus ik kan heel veel, weet je wel. Heel wat als snot. Heel spannend en ze lachen allemaal. Ze hebben een mooie auto. Ja, natuurlijk zeker. Leuk. En toen kwam er een meisje op me af met een enorme slottenbel, weet ik nog. En die hield me vast. En we hebben daar een paar minuten staan dansen zo. En toen keek ze me aan met prachtige mooie bruine ogen. En toen gaf ze me een hele dikke zoen op de wang. Ja. En toen was het ijs gebroken. Toen dacht ik, oké, uitslag. Je kan je voordoen wat je wil, maar hiermee trekken de mensen haarfijn door je heen. Ja, ja, ja. Je bent wie je bent en ze pakken je op je. Ja. En als jij je anders voor doet dan een ander, heb je hier een hele zware stap. Ja, en dan creëer je dus je eigen probleem. Ja. Want daar ben ik heel erg van overtuigd, wat jij zegt. Je moet echt authentiek durven te zijn. En wat ik altijd als boodschap ook, ik geef dan nog veel les. Ja. Dan zeg ik altijd, blijf wie je bent. Ga nooit, want ik zeg, dat heb ik ook gedaan. En ik vertelde dan wel bij dat het niet altijd makkelijk was. Want ze trekken je altijd weer uit die rol. Ze willen je in die rol hebben waar zij je in willen hebben. Maar als je echt trouw bent aan jezelf, ik zei, dan komen ook de mensen op je pad die bij je horen. Ja, ik weet niet of je Spinoza kent. Jawel. Nou, die heeft een heel mooi etenkaart. Nou, ik kom maar eerlijk gezegd niet door, ik ben ermee begonnen, maar het is best wel ingewikkeld. Maar er is een Spinoza huis, vrienden van Spinoza, en die hebben af en toe brengen die boekjes uit. En in zo'n boekje heb ik in de kast staan, dat heet Spinoza's Intuïtie. En ik vond dat zo verhelderend. Die heb ik ook echt op mijn pad gekregen. Je krijgt ook allerlei informatie van de kosmos op je pad als je het moeilijk hebt. Ja, dat wordt je aangereikt. Ja, precies. En dat boekje, dat las ik en ik had echt zoiets van, nou, dank u, weet je wel. Het werd mij in één keer duidelijk. Ook je ratio, emotie en intuïtie. En dat intuïtie de hoogste vorm van intelligentie is. Maar dat kan niet zonder ratio en emotie. Nee, ik snap het, maar... Totaal, hè. Maar wat daar ook in stond, is dat Spinoza er ook in zijn leven achter kwam dat hij onderdeel uitmaakt van een veel groter geheel. En dat grotere geheel, als je dat ziet, dan haalt ook heel veel spanning haalt eraf, zeg maar. Want weet je, je bent maar één klein onderdeeltje van een hele grote beweging. Klopt. En dus het is ook niet zo heel erg als je een keer een fout maakt of als het leven echt niet gaat. Nee, dat is het. En je zit altijd in een netwerk. Eigenlijk zijn we allemaal met elkaar één. Maar goed, jij hebt natuurlijk zoveel dingen wat je allemaal beheerst en doet. Hoe hou je de balans een beetje? Ja, je niet druk je maken. Gezin. Vooral niet druk maken op balans. Ook dat weer, weet je. Je moet voelen. En soms gaat het, ben ik uit balans. Het is wel heel bijzonder. Ik krijg ook altijd dromen dan. Als het niet goed, maar ik droom heel veel van water. Oké. Okay. Ja, ik ben ook spontaan in coronatijd vissen gaan schilderen. Komen ook in één keer uit mijn penseel. Ha. Dat is niet iets van, goh, ik ga eens vissen. Die komen er dan uit. Ja, maar je bent ook vis, toch? Ja. Ja. Ik heb vissen en ik heb al mijn hele leven gezwommen. Ik kon eerder zwemmen dan lopen. En ik lig ook bijna elke avond wel even in bad. Om even op te laden. Of juist af te spoelen. Maar ik heb iets met water. En als ik droom, dan droom ik op mijn levensrivier. Dat is een soort rivier, je hebt ze in Frankrijk ook, in Zuid-Frankrijk, van die blauwe rivieren, kanalen, die zijn beton en daar gaan ze water over vervoeren. Maar zo ziet mijn rivier er ook uit, maar heel helder, warm water, met allemaal mooie dieren erin, dolfijnen, maar ook prehistorische dolfijnen, alles zwemt daar. En ik ben daar onderdeel van, dat is echt heerlijk. Nou, en dan weet ik gewoon, oké, het uitslagje zit op de goede weg. Je luistert altijd naar je innerlijk. Ik heb, als het dan minder gaat, dan is het water koud
of troebel. Of er zijn geen dieren. En ik heb het ook zelfs gehad toen ik dus met mijn relatie niet goed zat. Er was het ijs. En onder het ijs stroomde het naar links. En ik liep over het ijs naar rechts. En toen werd ik wakker en zei van, nou, nu moet ik echt stoppen. Want dit gaat echt niet goed. Ik word ziek. Ik geloof dat je ziek moet als je ja, dat geloof ik ook. Volgt. En nou ja, dat of ik heb een keer gehad. Er werd het water met modder. En ik werd ik stikte bijna omdat het een moeras werd. Dan denk ik, oké. Okay. Maar dan ben ik ook echt iemand die dan zegt, stop. Wat gaat er nou niet goed? Dan ga ik kijken waar ik afscheid van ga nemen. Ik denk, het is niet goed voor me. Nou, dan stop ik daarmee. Dus ik luister heel erg. Dat is belangrijk. Wat jij ook zegt, je luistert en dan stuur je gewoon bij. Maar dan soms maak je dan hele rare beslissingen die mensen buiten om mij heen zijn niet altijd snappen. En dan zeg ik wel van, ook het stoppen met de kamer bijvoorbeeld. Ja. Nou, heel veel mensen snapten er helemaal niks van. We hebben voorkeurstemmen gekozen, ja. Maar lekker op dreef. Ja, het is een superleuke positie. Er zijn mensen die houden het krampachtig vast. Maar ik zat er echt met een missie. Voor mij was de kamer meer een middel om mijn doel te bereiken. Ja, ik snap het. Je hebt echt een missie. Ja, mijn stukje bijdrage te leveren aan de wereld, zeg maar. Dan maak je soms beslissingen op basis van hoe ik me intuïtief voel en hoe ik dat zeg maar zie als totaal, wat ik hier kom doen. Dat ik dan dat ook niet makkelijk kan uitleggen. Dan zeg ik tegen de journalist, ja, ik krijg er geen sprankel van meer in mijn ogen. Dan kijken ze me aan van, nou, er is vast een ruzie in de fractie. Ja, maar dat is zoveel die conclusie dan getrokken. Maar dat komt, dat is niet uitleggen, want je doet het vanuit binnen. Het is niet externe factoren zijn, het is van binnenuit. Het is binnenuit. Niet rationeel te bevatten. Nee, klopt. En het is ook niet emotioneel, want emoties kunnen juist ook de verkeerde beslissingen nemen. Maar het is echt intuïtief. Ja. Maar dat vinden mensen dat heel erg lastig. En ik ben al lang klaar, dus met de leeftijd ook hoor, met wat anderen daar nou eigenlijk van vinden. Ja. Dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg boeiend. Nee, dat merk ik ook. Naarmate die ouder wordt, is dat niet meer zo relevant. Nee. En dan leef je veel makkelijker. Maar dan ben je niet meer met die buitenwereld onnodig bezig. Want ja, dat maakt niet uit wat ze vinden. Nee. Als je op je gevoel doet wat goed, want eigenlijk wat we het al over hadden, intuïtie, dat is het beste kompas dat je kunt hebben. Ja, ik echt geloof het uit. En waar wil jij naartoe werken zelf als mens? Je staat nu natuurlijk op een prachtige plek, je doet van alles. Als je zegt van over 5 à 10 jaar, waar zie je jezelf dan? Of heb je dat nog niet helemaal helder, dat je ook zegt van mijn kompas die stuur ik gewoon elke dag. Zit hij er mij weer bij? Ja, ik ben wel iemand, ik leef heel erg van, ik ben niet zo'n goede planner. Thuis wordt mij daar wel eens kwalijk genomen, dat ik echt een chaot ben. Maar ik leef heel erg van nu. Ja? En de missie die ik heb hier is toch de zorg mee te maken. Dat blijft mijn rode draad. En dat blijf ik ook doen met heel mijn hart. En in welke functie vind ik die zo belangrijk? Alles komt op je pad en alles komt wanneer de tijd is. Ja. Ik geloof daar heilig in en ik vertrouw daar ook op. En tot nu toe, al die jaren, is dat altijd nog zo gegaan. Dus ik heb daar ook alle vertrouwen in. Ik worstel wel met mezelf van, ik heb ook heel erg het gevoel om iets om present te zijn in de wereld, zeg maar. Om iets te doen. Ja. En aan de andere kant van mij, wat ook in mij zit, is juist heel erg naar het kleine gaan. Bijvoorbeeld met de natuur en veel bewuster met onze aarde omgaan. Ik ben echt eigenlijk gewoon een kruidenvrouwtje. Ja, maar dat je ook niet alles hoeft te hebben. Want nee, dat is natuurlijk ook. Materie heb ik nooit nee, zo nee, want dat is. Alhoewel deze auto wel heel mooi. Ja, maar dat is een gadget, een speeltje. Maar ja, nee, ik geef niet je hoeft veel, het niet te bezitten. Nee. Je kan het gewoon af en toe eens een keer. Bij jou hier rijden. Ja, nou ja, het is ook niet mijn auto natuurlijk. Maar dat is ik vind het al mooi dat ik ook af en toe kan vragen van, mag ik hem mee voor een rit? Ik kan hier enorm van genieten, maar het is niet zoiets als ik dit niet heb. Nee, maar dat komt omdat deze maakt jou niet daar eens verhogen. Dat is natuurlijk ook allemaal buitenwereld. Nee. Kijk, dus dan is het leuk om af en toe die beleving te hebben. Ja. Maar het maakt je niet belangrijker of zo. En dat is natuurlijk het oude denken nog. Als ik het allemaal heb, dan sta ik 3-0 voor. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja. Nee, daar komen we wel meer van terug. Ja, nou, dat heb ik dat nooit gehad. Nee, dat weet ik. Maar dat is natuurlijk ook wel. Dat jij misschien vroeger, dus ook in een wereld, daar had ik het straks over, dat heb ik zelf ook wel ervaren.
in een wereld leefde waarvan je denkt, nou, wat een gekke wereld. Ja. Met bepaalde dingen dat je denkt, hè? Dat klopt. Ik heb vroeger ook een gevoel gehad van dat ik niet ergens bij hoorde of zo. Dat had ik ook heel erg. Maar herken je dat? Ik herken het heel erg. Ik voelde me nooit. Ik wilde ook dus niet mijn eigenheid weggeven om ergens wel bij te horen. Zeg je, als je dat doet, dan hoor je erbij. Ja. Maar denk ja, maar dan moet ik mezelf verloochenen. En dat wilde ik dus niet. Nee, mooi is dat. En dat is wel, zeg maar, uiteindelijk brengt je dat wel veel sneller op de plekken waar je hoort. Want als je jezelf weggeeft, dan moet je uiteindelijk eerst jezelf weer hervinden. Ja. Ik geloof heel erg dat de kracht van liefde. En toen dus jaren geleden het liefste ziekenhuis in Nederland zich zo durfde te noemen, dan was ik zo blij. Ik denk, dat snap ik wel. Daar gaat het over. Kijk, ik ben zelf verpleegkundige. Ik heb daarna verpleegwetenschap gedaan. En het is echt wetenschapper. Want ik vind ook, ik deed dat omdat ik gewoon wilde bewijzen dat wat ik deed als verpleegkundige ook daadwerkelijk soelaas biedt. Ook bijdrage levert, zoals in geneeskunde. Dus daar geloof ik ook nog steeds in. Maar ja, daar zijn we een beetje in doorgeschoten lijn. Wel van, het moet allemaal bewezen worden. Ja. Ja, en anders is het er niet. Als het niet bewezen is op papier, dan is het er niet. En ik heb altijd een hang gehad richting Nightingale. Dus de moeder van alle verpleegkundigen. Die in de Krimoorlog ook de Note on Nursing heeft geschreven. Ja. Naar aanleiding daarvan, van als je goed met hygiëne omgaat, dan sterven er minder mensen. Nou, dat is een beetje haar verdienste geweest. Dus die verpleegkundige rol is super belangrijk. Samen naast de dokter. Niet minder, niet meer, maar samen moet je het doen. En vooral de liefde en de roeping, liefde voor die patiënt, heb ik altijd gevoeld. Want ik had echt het gevoel van dat je mag geven, weet je wel. En dan krijg je zo. Ja, want als je geeft, ontvang je ook automatisch. Absoluut. En ik heb gezien in het ziekenhuis hoe belangrijk het is dat je even iemand even vasthoudt. Dus ja, want dat is het. Je moet aankijken en zeggen, ik ga nu bij je zitten. En je 10 minuten ben ik van jou. Vertel maar. Ja. Weet je wel zo, dat je daar gewoon tijd en ruimte van maakt. Nou, en dat liefdevol werken, dat er weer over liefdevol werk gesproken mag worden, daar word ik heel blij van. Ja. Omdat ik echt denk dat deze wereld, en dat klinkt zo ongelooflijk cliché, maar ik heb vanaf dat ik kon praten gezegd, liefde is gewoon de drijvende kracht. En liefde voor jezelf, wie ben ik? Daar begint het bij, anders kun je een ander ook geen liefde geven. Precies, maar dan ook onvoorwaardelijke liefde naar die ander toe. Ja. Van weet je, met denken misschien totaal verschillend. Dan kom ik van een totaal verschillende planeet. Maar jij mag ook zijn, weet je wel. Ja. Dat is wel de kracht, de verbindende kracht. En uiteindelijk leer van elkaar, want iemand die vanuit een andere wereld komt, die kan nieuwe inzichten brengen. Natuurlijk. Want die kijkt natuurlijk ook heel anders. Ja. Dat is juist zo mooi. Precies, mensen die denken dat ze zeker weten. Dat is gevaarlijk. Maar dan is het ook zo, die kunnen alleen maar pijn ervaren. Want dan, als ze dan gaan twijfelen, dan moeten ze hun waarheid eigenlijk gaan verdedigen. Ja. Dus uiteindelijk is het ego die dan in de weg staat. Precies, en dat is ook zo. Dat is wel leuk wat je zegt, want ik ben heel erg bezig met het werkplezier, fenomeen in de zorg. En we hebben ook de dag van werkplezier in de zorg opgericht en community. Ja. Want er zijn veel meer mensen die zo denken, dus ik geloof heel erg in een beweging. En Mocha Dat, dat is een schrijver die van, hoe heet het in het Nederlands, het boek, met smiley erop, The Soul for Happiness. Die heb ik een Nederlandse versie. En ik heb hem mogen ontmoeten. En hij is een engineer van huis uit en heeft bij Google X gewerkt. Oké. Okay. Weet je wel, daar heb ik een heel en dat soort dingen. Ja. Nou, een hele slimme vent. En hij wilde het algoritme van geluk kraken. Nou, daar word ik heel nieuwsgierig. Ja, natuurlijk. Dan krijgen we nou een generatie om je geluk kraken. Ja. En prachtig mooi boek geworden. Ik ga er niks over zeggen, want mensen moeten hem echt lezen. Brengt je echt in een andere manier, een andere staat van denken. En hij heeft één regel, dat is het vermoeden van geluk. Wil je weten? Ja, zeker wel. Gebeurtenis minus de verwachting bepaalt de mate van geluk. Oké. Okay. Gebeurtenis minus de verwachting bepaalt de mate van geluk. En die is zo waag hier, dat. Want alles heeft te maken met verwachting. Ja. Als jij verwacht dat jij de waarheid in vast. Ja, dan kun je alleen maar teleurgesteld. Ja. Als jij verwacht allerlei verwachtingen hebt voor een ander en in je relatie en hij of zij doet het niet, word je teleurgesteld. Opnieuw teleurgesteld. En teleurgesteld betekent dat energie niet meer kan stromen.
bijvoorbeeld... Maar verwachtingen zitten volgens mij ook alleen maar in je hoofd. Je kan niet in je hart verwachtingen hebben. Volgens mij. Het is dus ook steeds dat je een bepaald beeld hebt. Zo is het of zo moet het zijn. Ja, maar het kan ook in je gevoel zijn, denk ik wel. Ook wel in je hart. Van. Je hebt kinderen die niet zo fortuinlijk worden opgevoed. Of die in een liefdeloze situatie... Ja, dat je een bepaalde blokkade hebt. Ja, dat je als het ware denkt van oké, nou ja, zo zit de wereld dus blijkbaar in elkaar. Ja, ja. Dan onbewust ben je zo, zoals je geworden bent. Ik zeg al, je wordt geboren en het moment dat je licht ziet, krijg je een bril op. En die bril, ja, die kleurt zich naarmate je ouder wordt. Ja, daar ben ik een beetje eens. Want het is vaak ook zo dat sommigen zeggen, ik stel me niet meer kwetsbaar op, want ik wil geen pijn ervaren. Maar uiteindelijk kunnen ze dan ook geen liefde meer ontvangen. Want dat hek hebben ze er gewoon omheen gebouwd. Maar sommige mensen kiezen liever daarvoor om pijn te ervaren, omdat ze zo kwetsbaar zijn. Ja, ja. Omdat ze zo weinig buffer hebben om het aan te kunnen. En dat open, dat losmaken, openkraken is lastig. Maar die verwachting, als je die formule zeg maar toepast. En bijvoorbeeld de gebeurtenis is de... bijvoorbeeld nu, hè? Het is nou heel droog. Stel je ervoor dat er nu een dikke donderbui komt met regen. Hopelijk komt die deze week. Dan ben ik heel blij, toch? Jij ook? Ja, absoluut. Maar ja, als dit je trouwdag is, ja, dan niet. Dan ben je minder blij. Dan heb je de verwachting, de hoop dat het dus mooi weer is. Precies, dat beeld heb je al in je hoofd. Ja, maar de verwachting, of de gebeurtenis is hetzelfde. De regenbui is niet meer, minder. Of alleen de manier waarop je ernaar kijkt en wat je verwacht, dat bepaalt dus je geluk. En dan kun je alleen maar... teleurstelling en pijn ervaren, terwijl als je zegt laat het me komen zoals het moet komen, dan is het nooit verkeerd. Iemand tegen mij van maar dan is het lekker makkelijk, want dan, dan moet je gewoon geen verwachtingen hebben in het leven. Dat is ook zo fatalistisch. Ja, dat is net zoals tevreden zijn. Ik vind tevreden zijn het mooiste wat de mensen kan overkomen. Ja. Dan zei ja, tevreden, dat is zo niks, dat is zo, weet je, zo stilstaan, maar dat is niet zo. Net zoals bepaalde van geen verwachtingen hebben. Dat wil wel zeggen dat je dromen kan hebben, maar dromen is wat anders dan een verwachting. Ja, absoluut. Want een droom is onvoorwaardelijk. Ja, ja. En een verwachting is dat jij toch wel op dat moment is. Ja, dat wordt helemaal vastgezet. En als dat niet bereikt is, ja, dan ben je teleurgesteld. Of je denkt, dan heb ik gefaald of wat dan ook maar. Ja. Dus als we die verwachting wat los zouden kunnen laten, ook met elkaar. En al kan er die verwachting ook niet toespelen. Van ik verwacht van een dokter dat hij mij geneest. Ik verwacht van de verpleegkundige dat hij dat doet. Ik verwacht van mijn werkgever dat hij dat... Ik verwacht van de overheid dat hij dit maar eens gaat oplossen. Zie je wel, ze lost het nog steeds niet op. Als je dat wat... Maar dan heb je ook het idee dat je machteloos bent in het leven. Als je zo erin staat, dan voel je echt... uiteindelijk van dat je overgeleefd bent en alles, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, het is juist dat je veel bij jezelf komt. Kort. Dus zo kan je denken, ja, maar ik heb geen verwachting van de overheid, dan beslist die dus over mij. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg ook dat je een mening moet hebben, daar is helemaal niks mis mee. Maar je invloedingsgebied, dat is iets wat je om je heen hebt. Ja. Daar kan jij het verschil maken. En als jij gaat denken dat jij het verschil kunt maken door heel boos te worden of iets waar je geen invloed op hebt, ja, dan wordt het teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling. Dus ik ben inmiddels ook zo ver in van, ja, we babbelen erover. Je kan een mening hebben, je kan heel veel vinden. Ja. Maar doe het eens. Je kan precies weten hoe je moet leven. Of boeken vanuit boekenwijsheid. Je zegt, ik weet het, maar dan wil niet zeggen dat je het ook kunt. Nee, maar door leven erachter komen dat het misschien jij niet gelijk hebt. Klopt. Dat is natuurlijk heel waardevol. En maar je hebt natuurlijk ook nog het andere spectrum, dat je ook nog zangtalent hebt. Een echte entertainer. Je bent wel natuurlijk een echte entertainer. Dus je vindt het ook mooi om dingen, dat heeft natuurlijk ook met in beweging brengen te maken. Want jij weet als geen ander, dat als jij liedzanger van een band bent, dat jij de sfeer voor een groot deel kunt bepalen. Ja, dat is waar. Ja, dat heb ik gemerkt ook als kamerlid. Ik zong altijd al, hè? Oké. In mijn bandje. Ja. En toen ben ik kamerlid en toen ben ik gewoon blijven zingen. En dat vonden mijn collega's wel heel bijzonder. Dat weet ik eigenlijk, dat vonden ze mooi. Nooit gek, hoor. Balken zei ook altijd zo van, blijven zingen, zo. Mooi. Dat doe ik ook. Ik heb ook op partijcongressen gezongen en nou, echt ook. Dat is wel mooi. Ik kan zeggen dat ik voor de minister-president heel goed. Ja, dat is wel fantastisch. Ging je ook zwingen? Ja, allemaal. Mooi. Heel leuk. Jack de Vries achter drums. Ja, fantastisch. Ik kan heel goed gitaar spelen. Oké.
Dus het was hartstikke leuk. En ik heb dat altijd blijven doen, omdat het gewoon heel erg in mij zit. En dan ging ik door de week met mijn mantelpakje en mijn haar in de knot debat voeren. Ja. En vrijdagmiddag, dan ging ik haar los, dure broeken aan. En dan ging ik op een Achterhoekse bierfeest staan. Ja, dat is wel fantastisch. Led Zeppelin, AC/DC. Maar dat is ook meteen een uitlaatklep van alle dan zet je heel veel in je hoofd af en toe en dan gewoon, hey, boom. Ja, wat ik gemerkt heb is dat ik in de kamer de verschillen ging neerzetten. Zo van, ja, de PvdA zegt het wel, mevrouw de voorzitter, maar ja, ja. Mevrouw die zegt het wel, maar als je hier naar kijkt, klopt dat niet wat ze zegt. Dus ik was continu bezig met laten zien dat zij het niet snapte, maar dat wij het wel snapten. En weer die polarisatie. Ja, dat, ja. En dus weekends kwamen mensen naar me toe, PVV'ers, SP'ers, VVD, CDA's. Die gingen allemaal tegen me aanstaan te praten. Ja, maar wat vind je? Ik zeg, stop. Ik zeg, vanavond gaan we plezier maken met elkaar. En aan het einde van de avond had ik iedereen in beweging. En de man die heel erg veel PVV-voorstander was, die danste met de CDA. Ja, dat is fantastisch. Dan doet het er één keer niet meer zo, meer door die verschillen. Dat was er een energie. Ja. Wat we met elkaar konden creëren. En muziek verbindt echt, Gerard. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Dat raakt je in de ziel. Dat is ja. En daar komen we echt tot mooie dingen. Ook in die Klein Geluk in de Zorgshow van ons. Door spek met muziek. Of muziek raakt op de ziel. En maak je wakker. En laat je zien dat we verbonden zijn. Ja. Opent ook heel veel dingen. Ja. Dus aan het einde van als Steve was het verhaal, ik drink zelf geen alcohol, zoals je weet, ik gebruik ook niet, ik ben eigenlijk helemaal niet van rock'n'roll. Nou ja, maar, dat is ook weer natuurlijk het beeld wat gecreëerd is, maar je hoeft niet alcohol te gebruiken, wil je losgaan. Nee, precies, of aan het drugs te zijn, ik nee, heb nog niet ellende meegemaakt. Je, kunt wat, je komt al zonder het spul tot je eigen resources, die heb je al. Natural high noem je dat. En aan het eind van de avond kwamen ze toch Stefans naar mij toe en ja, je mag dan wel een CDA zijn. Maar je bent wel een tof wijf, weet je wel zo. Mooi. En denk van ja, weet je, weer die polarisatie, wij moeten naar verbinding toe. En liefde, energie, dat verbindt. En muziek verbindt ook, dat ben ik ook. En ik doe het met heel mijn hart. Ik kan helemaal niet zo goed zingen hoor. Maar ik schreeuw heel hard. Maar ik heb er wel zo'n lol in. Nou, The Voice heb je nog meegedaan. Daar heb je Good God volgens mij van Anouk gedaan. De laatste single heb je ook, zeg maar, dat is een cover. Ja. En die heb je vertaald naar het Nederlands. Ja, dat is... Wilfried Poorthuis heeft het gedaan, hè? Dat is een tekstschrijver. Oké. Okay. Zelf niet gedaan. Ja. En die kwam ook met het idee? Ja, het was in coronatijd en ja? Het was net de eerste weken, toen lag echt alles plat. En toen kwam er een studio, John en Nienke, in Drenthe. Die hebben een hele mooie studio net opgespeeld. En die zeiden van, goh, wil jij, je mag iets opnemen bij ons, gewoon voor niks. Ja. En, maar dan valt gewoon alles valt uit, ook mijn agenda viel zo goed als alles uit. Aan de kant duifje. Gelukkig daar. En toen zei Wilfried van, nou, dat komt goed uit, want ik heb al een jaar en een dag een mooie tekst neergelegd. Ja. Nou, Atje van den Berg ken ik ook. En dat is een nummer van Atje, van Vandenburg. Dat is ook een Nederlander toch? Want dat wist ik helemaal niet. Maar, import Twente. Dat nummer ken ik natuurlijk wel goed. Ja, maar dat klonk heel Amerikaans. Ja, maar hij heeft ook hele hoge ogen gescoord in Amerika. Zijn Nog steeds. Fantastisch is dat. Hij gaat ook met allemaal vrienden, daar de jaren 80 hardrock bands, die kent hij allemaal. Ja, natuurlijk. Dat zo ontstaat het natuurlijk. Ja, dit is allemaal. Maar van Helen misschien ook wel. Ja, hij kent ze allemaal. En Atje die doet hem wel leuk. Een superleuk vent trouwens, echt een hele aardige man. Toen helemaal geen ego kapsel, maar zij is gewoon echt zo ontzettend aardig en goed. Maar goed, los daarvan. Dus zo is het gekomen. Ze zei, nou ja, het is prima. Ik heb deze week is alles aan mijn agenda gevallen, dus ik kom er wel aan. Ja. Dus toen hebben we net de afstand natuurlijk een mooi nummertje opgenomen. En dat heet dan in plaats van Burning Heart in vuur en vlam. Ja, fantastisch. Ja. Want ik ben een hele warme voorstander van regionale, van dialecten, van je regiotaal. Ja, dat moet je ook moet je koesteren. Dat moet, net als een Fries, dat moet niet weg. Dat moet je in stand houden. Voor mensen er ook thuis bij. Ja, dat, ja weet je, thuis. Ik vind voor mij dat Neder-Saxisch, voor jou Fries. Voor een andere is dat
Limburgs, ja. Van Brabant. Ja. Het is toch thuiskomen als je dat hier ja, dat is. Dat merk ik, want ik ben zelf ondernemer, maar als mensen merken dat ik Fries kan praten, dat kan ik natuurlijk wel goed, dan gaat er last van de schouders. Dan denk ik, oh, daar zit het wel goed. Dat is dat, omdat je dan op dezelfde frequentie zit. Ja, ik heb het in de zorg gemerkt, als ik Twents tegen mensen, vooral mensen die aan het dementeren zijn, ja. praat, dan zag je gewoon... Zie je de ogen glinsteren. Dan had je weer die connectie, ja, ja. De connectie is, dat is het. Gaat stromen. Ja, en dan kan alles. Precies, dan kan alles. Dus dat was wel, dat is echt zo. Dus ik heb een heel, ik heb nu 2 liedjes in Neder-Saxisch. Ja? Juist ook om jongeren, een enorme scene van Neder-Saxische muziek, hè, piratenmuziek noemen ze dat. Om dat weer bij jongeren binnen te laten komen en trots te zijn, grootste te wezen, zeggen wij dan in Twente, trots te zijn op wie je bent, waar je vandaan komt. Ja, dat is het. Je moet je oorsprong nooit verloochenen. Nee, terwijl mijn vader vroeger al zei van, joh. Vroeger wilde ik ook altijd wel voor alles nog wat. Ik had grote dromen. Geen verwachtingen, maar wel dromen. Ja. En ik zei, ja, Sabine, die temperde die verwachtingen een beetje van... Joh, moet je horen, het is allemaal leuk en aardig hoor, maar je praat gewoon net zoals wij allemaal. Dus dat zal het nooit op de televisie komen, weet je wel. Dat, nee, dat ik herken het wel. Dat was bij mij ook zo. Dat is echt niet wat voor jou. Laat dat los, dat is niet wat voor jou. En hier is nou zo heel groot op de televisie wel komen. Dus het gebeurde gewoon. Ja, maar dat is vaak zo. Dat, als je het juist niet als verwachting hebt, dan gebeuren de dingen. En dan denk je, hé. Ja, maar ook gewoon omdat Twents, dat is ontzettend charmant blijkbaar. Iedereen vindt Ilse de Lange, Leonie de Braak, Kim Kutter, nou ja, Daphne, Bloedschot komt ook uit Twente. Ja, ja, klopt. Twente, en Zoe komt uit Twente. Ja, gewoon sympathieke mensen. Ja, dat klinkt ook heel... Ja, want ja. Ik heb zelf lesgegeven op Hogeschool Winnersheim. Had ik heel veel mensen uit Twente. Ja. Dat vond ik altijd zo mooi. We zijn onleuk. Ja, dat vond ik echt... Ja. Ja. Dat heeft wat. Dan is het meteen al een goede sfeer. Ja, weet je, maar je had het net over de kracht van authentiek zijn. Ja. Doen om authentiek te zijn, dus ook weer niet authentiek, maar gewoon wat je dat bent, weet je. En ik praat mijn hele leven zo. En ook als Kamerlid praat ik zo. En het is wel zo, als ik... veel met mijn schoonouders het beste ben, of toen ik ook nog in Amsterdam mijn huis had en ik woonde toen in Belsum, ja. Menno, mijn man, in Amsterdam, dan praat je wel meer ABN, maar dan kom ik weer op mijn verjaardag met mijn ouders. Ja, dan kun je weer gewoon en dan de dag erna, wow, leuk man, ja. Hoe is dat nu? Ja, ik vind het prachtig, ik vind het heel mooi, ik ben er heel erg trots op. Dat ik uit dit deel van Nederland. En dat is ook wel mooi dat je met dat lied in Vuur en Vlam dat nog extra zitje kunt bijzetten. Dat je dat je dat kunt benadrukken. Ook een stuk zingen? Ja, dat lijkt me leuk. Na die eerste blik, na die eerste lach, was er geen weg terug. In het hier en nu, geen weg terug. Het was een vrije val. Toch van het hart, dat wat ooit zeker was, maakt me nu verward, maakt me in de war. Ik sta in vuur en vlam, kan geen kant op in gevangen. Ik sta in vuur en vlam, mezelf kwijt, mezelf kwijt. Ik sta in vuur en vlam. Ik kon geen kant op in gevangen. Ik sta in vuur en vlam, mezelf kwijt. Prachtig. Het ja. Komt echt vanuit je hart. Ja. Echt mooi. Maar dat is het mooie aan zingen, weet je. Het gaat er niet om. Dat heb ik trouwens ook geleerd hoor. De allereerste keer dat ik. Ik heb heel veel in koren gezongen en op de zonneschool natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. De Heer is mijn herder. Ja. Van, daar heb je het ook ontdekt, denk ik. Dat ga je jij maar even zingen. Dus op een jaar of 8, 9 stond ik daar bij heren. Super spannend. En daarna heb ik koortjes, maar verder nooit echt veel meer gedaan. Altijd meer gepland. Totdat ik best op een later leeftijd eigenlijk het ontdekt. Want ik ging studeren in Maastricht. Afstuderen in Enschede. Daar heb je zo'n kaart van alle universiteiten. Dus dacht ik, ja, ik moet toch een hobby vinden. Ja. Ik ben je ziels alleen, ja. Ken je niemand. Dus één dag gehuild. Toen dacht ik, kom op Sabine, we gaan er wat van maken. Ja. Dus toen heb ik sport gezocht en ik heb koor gezocht, muziek.
En toen zag ik bij het sport, want ik sportte heel veel, een briefje op de universiteit hangen. Wij zoeken een zanger of zangeres voor ons bandje. Ik denk, nou, wat is dat voor mij? Ja, toen heb ik gebeld en moest ik op de campus komen op de IT in Enschede. Al die jongens en ik op mijn fiets die heel veel lawaai maken, ja. Een derdehands fiets. Klinkloen, klinkloen, kom ik op de campus, echt iedereen over de reling, wat is dit? Nou, nu heb je dat allemaal gemengd, dan was het echt een beetje mannen enclaven. Ja. Enclaven. En nou, toen mocht ik dan, moest ik voorzingen. Maar ik vergeet nooit weer. Lachen. En toen heb ik mijn eigen bandje gehad in de catacombes van Enschede. En daar is eigenlijk het bandjesgevoel echt begonnen. En maakten we eigen muziek. En ik wilde, ik had ook de droom ooit dat ik een keer op Pinkpop op te staan. Een beetje die alternatieve zware muziek. Ja, die sfeer ook die je dan hebt. Ja, dat was echt super leuk. Een mooie tijd was het ook. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen, de liefde voor muziek. En ik weet nog heel goed dat tijdens de repetities af en toe, dan maakte ik me zo druk om dat het niet zuiver was. En toen zei de gitarist, zei tegen mij van, Sabine, je kan beter knoepetje vals zingen, maar als het maar uit de tenen komt, dan komt het echt weer, is het echt. Of dat je erover nadenkt, oh jee, dit moet wel zuiver zijn. En dat was voor mij echt een soort eye-opener. Ja, ja. Toen dacht ik, ja, dat is waar. En daarom, het gaat helemaal niet om of je nou of het allemaal klopt, maar als het maar uit je hart komt. Ja, maar dan klopt het altijd. Dan want dat is het. Want anders is het, dat had ik met lesgeven. Ik denk, nou vooruit, we doen het. En dan op mijn manier. En dan was het altijd, het ging goed. Niet te veel nadenken. Ook als ik op, dat zei jij natuurlijk veel meer dan ik, maar ik deed wel heel veel lezingen. Ja. Dan als er 500 man zaten, dan maakte ik me niet druk. Ik denk, ik sta er. Dan gebeurde het wel. Ik voelde wel dingen dan binnenkomen. Ik denk, de sfeer is zo. Dan speel ik dan op in en dan gebeurde het gewoon. Precies, en dat is mooi als je daar. Maar dat was niet de eerste keer. Want ik kan me nog herinneren dat ik heb veel jeugddienstcommissies geleid dan. In een kerk in Frieseveen. En dan dacht ik van ja, ik kan of bij de kerk weggaan of ik kan hem veranderen. Ja, dat is een beetje mijn missie. Ik heb veel meer, ik kan beter proberen iets ervan te maken. Dus ik wilde een bandje in de kerk. Ja, ja. Met een kort rokje en haren getoupeerd. En net vindt hij zijn, ging ik de kansel op. Ja. Dat was in mijn gemeente absoluut not done, hè, vrouwelijke kansel. Nou, ik denk, nou, ik zal die kansel wel weten. Ja, natuurlijk. Dat is mijn droom. Ja. En dat deden we dan. En dan mochten die mensen, mochten de dominee aankomen gaan. En ik weet nog wel dat ik echt met klappende knieën zo op die kansel kon ze niet zien. God, nee, maar in je hoofd. Je hoorde het gewoon met zweten tussen. Oh, dat was zo spannend. En dan mocht ik dan de dominee welkom heten en de band voorstellen, de mensen, de gemeente welkom heten. Nou, ik vond het zo bloedspannend. Maar als het me dan lukte, dan ging ik wel heel tevreden met de kansel af. En daar heb ik echt geleerd in het spreken voor het openbaar, dat je dat moet overwinnen. Je moet het doen. Ja, nee, dat is het. Want je gaat je krabbelt weer op en je gaat weer staan. Ja, en je wordt steeds vrijer. Ja, dus steeds meer, je leert je. Door echt te laten zien wie je bent, dan gebeurt het. Ja. Maar eerst denk je voorzichtig, ik laat niet helemaal alles zien. Ja. Dan heb je vaak te veel ingestudeerd. Maar als je pas echt zegt, dit ben ik, dan gebeurt het. Mijn vader die heeft me dat geleerd. Ja? Oké. Okay. Ja, als kind zei, was ik heel gevoelig en ik hoorde van alles. Ik zag van alles best wel bang, zeg maar, zoals als het donker is. Ja. En dan zei ik tegen mijn vader, van, ik moet plassen, maar ik durf de trap niet af. En toen mijn vader nou, die zei niet van, joh, stel je niet zo aan. Mijn vader, nou, ik herken dat, zei hij. Ik heb ook wel eens het gevoel in het donker dat er iemand achter me aan zit. En iedereen herkent dat denk ik wel. Hij zegt, wat ik dan meestal doe, dan draai ik me om in het donker en dan zeg ik, kom maar op. Mijn vader is een stoere man. Ja. Kom maar op. En dan loop ik er tegenin. Ja, je kijkt de angst aan. Ja. Dus dan uiteindelijk dan, en dan verdwijnt hij. Ja. Ja. Dus ik deed dat als kind. Ik denk, nou, als mijn vader het zegt. Dat is toch mooi dat je dat weer mee kunt nemen. Ja. En dan kun je die ook weer overdragen op anderen. Ja, en het werkt echt. Ik heb me dus omgedraaid als meisje van de 7, 8, ouders. Ik ben er tegenin gaan lopen en ik voelde me zo sterk. En dat is het principe wat eigenlijk wel een rode draad is in mijn leven. Want ik had een hekel aan bloed en aan spuiten en whatever. Ik ben verpleegkundige geworden. Ik dacht, nou, docent worden, never die nooit. Ik ben docent geworden. En spreken van groepen, nou, dat zeggen we dan, na doodsangst is dan nummer 2. Ja. Nou, mij niet gezien, weet je wel. En mijn zusje ging al het podium op en ik coachte haar. Maar ik zat lekker in het publiek. Doodeng. En nu sta ik dat op kun je niet voorstellen hè, dat je dat, niet, dat had. Ja, dat je daar bang voor was. Nee, en als ik het kan iedereen het. Ik kom ook maar gewoon uit Westerhaar, uit een arbeidsgezin. Ik
heb geen ouders die mij het voorbeeld gaven. Ik ben niet met een gouden lepel in mijn mond gebruikt, ik ben een plastic, zeg ik altijd. Dus als ik het kan geven, kan iedereen het. Nou, hartstikke bedankt Sabine. Ja. Dit was een open, echt openhartig gesprek. Ja, hè? Je zat een echt mens naast me. Nou ja, ook naast mij. Ja, nou, dank je. Ja. High five. Jij, dankjewel, hè. Ja. Zal ik eens even nog een rondje doen? Ja, geef dan maar even gas. Even de motor laten ronken.